Oké, de Smurfface is op dit moment het filmpje over opgave 28 aan het samenstellen. Dus zo af en toe zul je op de achtergrond de ventilator van de processor horen die aanslaat. Want dit kost allemaal gewoon heel veel energie en dat betekent dat er een warmte ontstaat. Figuur nummer 42, opgave 42. In figuur 44 zijn twee stroomdraden getekend. De richting van de stroom I in de twee draden is tegengesteld. Elk van de stroomdraden bevindt zich in het magnetisch veld van de andere stroomdraad en ze oefenen een kracht uit elkaar uit. Oké, en dan moeten we het magneetveld in de richting van de Lorentzkracht en de richting van de Lorentzkracht oefenen de stroomdraden. Dat is de uiteindelijke conclusie. Hè? We moeten een redenering opstellen waarbij we dus dit kunnen aantonen. Is het nou een aantrekkende of een afstotende kracht op elkaar uitoefenen? Maak daar geen Freudiaanse verwarring in. Hoe veranderen de krachten op de stroomdraden bij het omkeren van de stroomrichting in een van de stroomdraden? Dus dat betekent in de eerste situatie hebben we tegenovergestelde stroomrichting. En in de tweede situatie hebben we een stroomrichting die voor allebei de draden gelijk is. Mooi, gaan we daarmee aan de slag. Oké, hier hebben we dus twee krachten die op elkaar inwerken en het wordt gaandeweg steeds complexer, want ze hebben allebei een magnetisch veld. En om dat in één keer te begrijpen, dat is vaak een beetje lastig. En wat we dan doen in de natuurkunde, we breken het af tot stukjes die we wel kunnen begrijpen. Dat is eigenlijk de rode draad geweest van de afgelopen jaren. Goed, wat gaan we doen? Ik ga het als volgt aanpakken. Deze stroom die hier doorheen loopt, die creëert een magnetisch veld. En de richting van het magnetisch veld, die kunnen we natuurlijk beredeneren, maar in deze situatie, de stroom gaat naar beneden met behulp van die rechterhandregel, kunnen we dan de richting van het magnetisch veld bepalen. Dat is dan die. En hier gaat die het papier in. Als ik die magnetische veldlijnen steeds groter en groter en groter maak, dan zie ik dat die tweede draad hier een magnetisch veld voelt die het papier uitkomt. Vanzelfsprekend gaat hij hier verder, et cetera, et cetera, et cetera. Goed, dat zien we daar wel. Welke situatie hebben we hier? We hebben hier dus, precies op die plek P, en ik heb mijn magnetisch veld eronder getekend, hebben we dus een magnetisch veld dat het papier uitsteekt. Dus die teken ik nu eventjes en dit is dan de richting van de Z-as geworden. Daarnaast hebben we ook nog eens een keertje in de richting van de Y-as, hebben we een hoeveelheid stroom. Dus hier is het magnetisch veld, daar is de stroom, stroom naar magnetisch veld. Er ontstaat hier een Lorentzkracht deze kant uit. Oké, nou dat is mooi. Hij stoot dus af en gaan we nu kijken wat het effect is van deze stroom. Van deze stroom, die daar ziet, ook teken het nu in het geel, op die andere draad. Nou, eigenlijk is die redenering exact hetzelfde en ik heb even een ander kleurtje gepakt. We hebben hier een stroom omhoog en dat betekent dat het magnetisch veld van deze draad die kant uit gaat draaien. En hier gaat hij dus naar voren toe. En hier beweegt hij naar achter, helemaal doorgetekend. Hier beweegt hij dus naar voren. We hebben hier dus een situatie waarin langs de Z-as wederom het magnetisch veld komt te staan. We hebben hier een bepaalde hoeveelheid stroom. Die beweegt in die richting. En dat betekent automatisch dat een Lorentzkracht die kant uit ontstaat. Deze twee draden stoten elkaar dus af. Goed, tot slot gaan we hier even een lekker potje in krassen. Want ik wil graag eventjes weten wat er gebeurt als de stroomrichting allebei draden hetzelfde is. Eigenlijk is dat een stuk makkelijker, want als ik voor één draad de richting van het magnetisch veld afleid, dan weet ik het voor de ander ook. Dat is mooi. En als ik nou die twee draden op exact dezelfde manier ga bekijken zoals in de vorige opgave, of zoals in de vorige, dan zie ik hij wijst dus hier deze kant uit, dus deze draad hier voelt een magnetisch veld dat die kant uit gaat. Ga ik mijn diagrammetje erbij tekenen. Hij voelt dus een magnetisch veld naar achter langs de Z-as. Hier hebben we de Z-as. Daar hebben we het magnetisch veld. We hebben hier een stroom omhoog. En dat betekent automatisch, deze hier heeft een Lorentzkracht naar rechts. Oké, dus deze draad beweegt naar die andere draad toe. Maar zijn die twee nou uitwisselbaar?
Op zich, vanuit de relativiteitstheorie zou je kunnen zeggen: het maakt niet uit hoe om ik naar die draden kijk, het resultaat is daarin altijd hetzelfde. Dus hier zouden we hetzelfde resultaat moeten krijgen. Hier wijst hij naar beneden, dus dat betekent hier wijst hij naar beneden toe. En dan zou ik het kunnen zeggen: langs de z-as steekt hij hier nu naar voren uit het papier. En dat probeer ik dan te suggereren door die z-as te tekenen. Hier hebben we dus de richting van het magnetisch veld. We hebben hier een stroom omhoog, rechterhandregel. En dat levert een Lorentzkracht naar die andere draad toe. Nou, dat is mooi. Deze twee draden trekken elkaar dus aan. En dat is het principe van opgave 42.